Welkom bij quarantaine vlog 2. Wat gaan we doen? Een plantjes. Brunel, welke plantjes hebben we nu allemaal gekocht? Ja. Hey, niet opeten, hè? Nee, niet doen. Stop! Hey iedereen, welkom bij deze shoplog. Ik ga jullie laten zien wat ik heb. Nee, dat is te gay, maar dat was goed, fuck. Hey iedereen. Dat was niet minder gay dan daarnet. Nee, grapje, love you. Zeg. Hey iedereen, welkom in deze shoplog. Ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht in de O'Green. Oh ja, mama heeft betaald. Kom maar mee. Ze hebben hier universele potgrond. Hier hebben we een pot. Hier hebben we een erysemum plant. Ja, een leuk weetje over deze plant. Hij bloeit in de zomer. We gaan hem daar plaatsen. Prachtig toch? Hier, de Carex Everglow. Een plant die je in de schaduw kan plaatsen, maar die ook niet veel water heeft en nog altijd prachtig is. En dan een plant die ik persoonlijk niet zo mooi vond, maar mama vond die wel mooi. Dit is een balkonplant. Hij gaat zo wat hangen en na een jaartje is hij dood. Maar dat is een gewone, simpele eenjarige. Dit is een Brunello. Die kunt je meestal vinden bij de buren. Die verkopen ze daar meestal. En ook nog een glasje wijn van de zus dat ik heb getrakteerd, alsjeblieft. Jij getrakteerd? Moet je niet zeggen. En ja, dit is ook nog een prachtige plant. Blauwe regen. Dat is wat mama zegt. Dat is wat mama zegt. Pak het dat ook echt waar is. Natuurlijk, de volgende stap in ons proces is gewoon om die plantjes uit te planten. En daar gaan we nu footage van zien. De enige planten die je moet kopen die in pot zitten, zijn deze drie. En eigenlijk is het een soort van tutorial van hoe je dat doet. Wat heb je nodig? Potgrond en je plant. Nu, bij sommige potten ga je hydrokorrels op de bodem moeten leggen, maar bij deze moet dat nu niet, omdat die genoeg uitgangswegen heeft voor water. Dus we zullen deze zak hier een keertje open doen. Jezus Christus, hoe ga ik deze proppen doen? Tip! Pak misschien een schaar. Ik heb open gekregen. Plaats naar erin en je moet altijd goed aandrukken. Als je dat niet doet en je geeft dat water, dan vloekt alles onderuit. Verdomme. Zo, dus ik doe dat ongeveer tot zo'n hoogte. Niet volledig vullen en ook nog niet tot de finale hoogte, want je moet je planten er nog in doen en dan moet je zo een beetje graven. Als je dan al helemaal tot boven doet, dan ga je te veel grond hebben en dat is niet handig. Dan onze planten. We gaan met de witte beginnen. Zachtjes eruit laten. Aha. Hij staat nog goed nat, dat is goed. Dat hebben mijn collega's goed gedaan. Dan moet je er eigenlijk een beetje een holtje in graven. En dan moet je die erin zetten. En wassen, zo moeilijk is dat. En dan moet je dat ook weer een beetje aanduwen. Een beetje extra grond toevoegen. Ik weet trouwens niet of deze de meest juiste methode is, maar het is effectief, dus dat is het belangrijkste, niet waar? Ik zou eigenlijk een derde kanaal moeten beginnen. Tuinier, gletsjer, tuiniert, yes. We doen onze volgende plant erin. Dat is dezelfde, maar met een ander kleurtje. Oh shit, ik heb hem juist geplant. Ja. Hier wel een beetje aan de hoge kant, maar dat maakt niet uit. Voilà. Dus de twee zitten er al in. En nu nog nummer 3. Eigenlijk is het nu al iets te hoog aan het komen. Dus daarom ga ik overal nog eens een keer extra aanduwen. Want je wilt dat niet te hoog komen, want als je dan water geeft, dan loopt het er allemaal uit. En dan wil je niet zitten, dat is een boeltje. Oké. Maar dan kun je eventueel de plant nog wat chop. Dat ga ik even doen. Het is ook heel belangrijk om de werkplaats proper achter te laten. Dan langs de zijkant nog een beetje proper afvegen. Voilà, dan zijn we klaar. Zeg nu niet dat deze een goede tutorial was of dat dit de manier was, maar zo doe ik het altijd en iedereen was wel heel content, dus joh. Oké, next up is deze motherfuckers planten. Maar het probleem is dat die grond nog met veel shit zit en die is ook niet zo super diep. Wat ik daaraan ga doen, dat is eigenlijk heel simpel, nog een beetje van die potgrond die ik had, een beetje vermengen en dat vuil ook nog wegdoen. Dus ja, let's go.
camera was uitgevallen, maar alles is ondertussen wel al geplant. Yes, yes. Nou nu, wat moet er nu nog gebeuren als je alles hebt geplant? Glasje wijn drinken. Nee, je moet water geven. Wat is dat? Je moet de planten. Ah, oké, ja. Bitch. Oh, nu snap ik hem. De zang, ja, serieus. Nee, maar ik bedoel dat ik de bitch ben. Ah, oké. Oké, we zijn dus even later op de avond. We hebben ondertussen onze meal op. Lasagne was fucking goed. Ik ga nu de video monteren. Ik zit met Simon de call. Hey, zeg eens iets voor de vlog. Is eens wat je gaat zeggen, hey. Maar dit was de vlog. Ik hoop dat jullie een beetje leuk vonden. In de vlog van volgende week zal ik een beetje progress laten zien en zo. Dus vonden jullie deze video leuk? Was een duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer meer. En ik zeg ciao. Mom.